Spelen de dwergorkestjes ook altijd heel erg leuk in op de actualiteiten. En zo hebben we laatst gehad de Nacht van de Markt. Bent u er geweest? Nou, ik ben er even geweest. We waren met de prins op stap om de nodige bals te bezoeken. En toen wij om 11:30 de markt kwamen, toen was het net begonnen. En dat was een idee, meen ik, van Lappe de Mokkes. Een typisch vrouwelijke dweilband. Ja. En dat is buitengewoon goed aangeslagen. Er hebben er veel dweilbandjes hebben er aan meegedaan. Ik weet niet precies hoeveel. Maar het leuke van het geval was dat het prinseske Christine de zaak dirigeerde. En die stak meters boven de massa uit. En dat is het enige wat ik er eigenlijk van gezien heb. En die stond met de lange armen even te dirigeren of ze nooit anders gedaan. Het. Maar dat heeft ze waarschijnlijk van de man geleerd, van prins Manus de Eerste, alias Cor Danveld, die toevallig wel een diploma heeft als dirigent dus, en zelf een goed muzikus is. Ja, dat is ze zeker. Goede pianist en zo. Hè. Nou. En dan ook onder andere belast dus met een groot gedeelte van het maken van het carnavalsliedje. Ja. Dat dus kan ik nog even te sprake brengen. Dus het was wel geslaagd? Ja, zeer geslaagd, mijn inziens. Ja, dus, leuk hoor. We zullen het eens laten zien aan de kijkers, want we hebben daar ook opnames gemaakt. Heb je daar opnames gemaakt? Ja. Wil ik graag zien. Wil ik naar morgenavond gaan, want morgenavond is de weilavond.